Hartelijk welkom bij de talkshow van NL Sport. Met vanavond gasten Paul Gebbink, grondlegger en researcher van producten van Biuna. En Henny Ruckert, ik ben erg blij dat je erbij bent. Je bent afgelopen vrijdag, was je overleden in het programma van Voetbal International. Waarin werd gezegd dat je al was overleden. Na door die voetstoeten, hè? Door de snor. Derksen de snor. Ik was bijzonder verbaasd, want... Op een gegeven moment kwam de sterreclame en daarna werd er gezegd... Oh, sorry, we hebben een foutje gemaakt. Hij leeft toch nog. En er werd smakelijk om gelachen. Ik vond het vrij schaamteloos. Maar gelukkig, je bent er. Moet je welkom. Luisteren als er maar over je geluld wordt. Ja, oké. Dat is prima. Oké, mensen, we zijn nu bij elkaar gekomen eens te kijken of we een leuk talk kunnen houden over Sudden Death. Nou, dat is moeilijk, kennen hoor. Leuk. Ja, dat is leuk, nee. Nou, Sudden Death in voetbal vroeger was heel leuk, want het was het winnende doelpunt in de verlenging. Maar goed, dat is niet meer. Sudden Death, dat was jouw afgelopen vrijdag eventjes, maar dat is ook over. Maar het andere Sudden Death over sporters die plotseling neervallen tijdens de sporten. Ja, wat Paul, mensen niet weten waarschijnlijk, 150 tot 200 per jaar, hè, in het Nederlands voetbal. Ik las vanmiddag een artikel dat er 300 zijn op dat. Oh, 300 zelfs. Ja, niet in alleen in Nederland, hè? Nee. Ja. Maar wat is het eigenlijk, Paul? Hoe ontstaat het? Wat brengt het teweeg? Nou, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Alleen, ik heb me verdiept in waar ik mee bezig ben. En dat zijn moleculen die in je lichaam thuis horen. En dat heeft er ook mee te maken. Het is... Een tijdje geleden ben ik naar een lezing gegaan van een cardioloog in München. En die heeft daar 17 jaar onderzoek naar gedaan. En ja, daar ben ik in geïnteresseerd. Mijn achtergrond is fysiotherapeut van topsporters. Ik heb me helemaal verdiept in de research naar vitamines, mineralen, sporenelementen. En ik ben er naartoe gegaan. Heb er toch al aardig wat jaren onderzoek naar gedaan. En hij komt met een veronderstelling. En daar sta ik eigenlijk achter. En wat houdt die veronderstelling precies in? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Hij heeft zich helemaal toegelegd op moleculen zoals wat in visolie hoort te zitten, omega 3. En met name de namen EPA en DHA. En als je het hele onderzoek leest, dan is het natuurlijk ook een kunst apart om dat helemaal te lezen. Maar ja, het staat duidelijk dat er daar aanleidingen voor zijn, dat je daar gewoon naar moet gaan kijken. En kijk, er zijn natuurlijk veel meer onderzoeken, maar ik denk dat zo'n onderzoek gewoon ergens moet landen. Dat vind, ja. vind ik echt. En de het is heel belangrijk wat je zegt. Ja, want de FIFA, dokter Vaschecki, die heeft dat, dat geweldig goed onderzocht. Ja. Maar waarvoor ik nou eigenlijk van jou een mening wil. Trouwens, we kennen elkaar uit het wielrennen. Ja, goed, jouw vader was heel druk met Olympia wielerbaan. En jij reed achter Ron Smit uit Zandvoort continu. Ik word in de verte zien voor. Ik heb hem maar kennis gemaakt. Hij herkende hem ook niet. Maar de KNVB, want. Dat zou dus de organisatie moeten zijn die stimuleert dat dit soort dingen veel minder voorkomt. Want iedere dode is er één te veel. Ja, lijkt me ook, ja. Maar die KNVB zegt, je moet absoluut niks slikken. Ja. Nou, daar wil ik zo met jou over praten welke middelen je moet hebben. Maar duidelijk is dat Q10 is en visolie, maar de goede visolie, hè, omega 3. Maar waarom wordt dat allemaal tegengewerkt? Ja, nou, een tijdje geleden stond er ook in de pers dat de FIFA de noodklok luidt. Ja, over dit fenomeen. En dat worden er echt tienduizenden. Want het wordt een epidemie. Dus dat er meerdere mensen daaraan gaan overlijden. Ja, en dan kun je allerminst toch even kijken naar een professor. Een cardioloog. Hè, die echt wat te vertellen heeft. En ook op PubMed. Hè. Op PubMed staan eigenlijk al die medisch onderzoek. Maar er staan er tienduizenden. Laten we zeggen honderdduizenden. Ja, dat moet je dan wel ergens vinden. Kijk, je kan wel zo'n noodklok luiden. Ja, maar daar hebben helemaal niemand wat aan. Overal hangen AED's bij voetballers, dat kost toch een hoop geld. Ja. En dan denk je, als je heel simpel naar het onderzoek leest, dan denk je, geef daar ook wat aandacht aan. En terugkomen op die KNVB, die komt er weer met een verhaal. Dan denk ik, ja, weet je, je hebt er helemaal geen verstand van. Ten eerste gaan ze ervan uit dat voedingssupplementen doping kunnen bevatten. Oké, nou, daar hebben we al een branchevereniging voor. Daar heb ik mezelf ook hard voor gemaakt, dat die producten over de hele wereld gewoon is qua kwaliteit gekeurd worden op medicijnresten. Zijn gekeurd door de NZVT? Ja, dat is een instantie van het Nederlands Zekerheidssysteem voor Voeding en Topsport. Ja, en die doen het best wel goed. En ze kunnen niet echt alles onderzoeken, maar ze zijn in ieder geval bereid dat het gebeurd is in Engeland of gebeurd in Keulen. En dan kan je dat soort producten laten onderzoeken. Dus dan hoeft er niet eerst in een atleet. Maar dan laat je het onderzoeken. Dus ja, wat de KNVB daar nou mee moet, dat is al geregeld. Ja. Ja, en dat heel veel mensen zich daar niet in houden in die wereld van voedingssupplementen. Want het is natuurlijk best wel duur. Ja, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Ja, het is helemaal niet zo gek dat er medicijnresten in voeding kunnen zitten, hoor.
Want dat zit ook in je drinkwater. We plassen met z'n allen 40.000 ton medicijn uit per jaar. 40.000 ton? Ja, dus dat komt ergens terecht. Net zoals plastic, hè? Bijvoorbeeld in de zee. Ja, ja. Dat snap je ook, hè? Hmm. Dus, het is niet alleen in het voetbal, hè? Nee, ik wou net vragen. Ja. Er wordt hoofdzakelijk gesproken over voetballers, maar zal toch ook in andere geledingen van topsport voorkomen? Je kunt ook bij wielrennen. Dat is bij eigenlijk alle sporters. Dus het fenomeen dat je plotseling opeens neervalt, dat je hart inpompt en niet meer loslaat, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Is dat die tractie waar je niet meer uit kan komen? Ja, nou, dat soort details lijkt me erg ver gaan. Maar het zou toch sowieso goed zijn, vooral in de sport, maar en zeker in de topsport, dat sporters zo optimaal mogelijk aan die wedstrijden deelnemen. Ja. Nou, dat optimaal mogelijk. Je zegt net, het is duur, maar het is toch wel waard. Ieder mensenleven is toch heel veel waard. Ja, ik denk het wel, ja. Alleen er wordt over de simpelheid altijd heen gekeken. Ja, als je een bloedonderzoek doet, hè, wat die dokter van Schachy, die heeft ook een omega-3-index, een manier van onderzoeken, die volgen wij nu ook en voeren wij ook uit. Nou, ik denk van de laatste 50 sporters en laatst nog één die best wel op heel hoog niveau voetbalt. Zo'n omega-3-index, de waarde hoort bijvoorbeeld boven 8 te zijn. Wij zitten gemiddeld met bloedwaardes van echt topatleten van 4. Ja, en dat is gewoon niet handig. Die waarden zijn niet voor niks bepaald. Nee. En zo zijn er nog veel meer waarden. Ik weet dat veel sporters vitamine C gebruiken. Ja. Ik zelf ook. Ja, en ik dacht altijd dat het heel gezond was. Ja. Dus, en ik nam 1000 milligram per dag en ik heb bij jullie mijn bloed laten meten. Ja. En ik zat ver onder de toegestaande waarde. Ja. Wat betekent dat? Wordt het niet opgenomen? Ben ik verkeerd? Nee, nou ja, ik weet niet of jij verkeerd bent. Laten we daar niet over hebben. Nee, maar, kijk, als je kijkt naar de natuur, ortomoleculaire voedingsleer, dat komt uit de natuur. En wij kunnen al die moleculen die in voeding zit, allemaal proberen na te maken. Van, wij komen een discussie aan moleculen zijn moleculen. Maar in de natuur komt vitamine C niet alleen maar voor, single. Dus als molecuul of als plantje vitamine C. Het zijn altijd hulpfactoren waardoor het iets beter opneemt. En dat maakt eigenlijk het verschil. We kunnen allerlei synthetische voedingssupplementen maken. En die hebben we nog nooit geleefd. Het wordt gemaakt uit olie eigenlijk. Ja, en ik ben met deze business al een jaar of 30 bezig. Het neemt niet op. En de schappen staan er vol mee. En dan heb je het nu over vitamine C, maar zo heb je ook vitamine E en al die andere stoffen. Ze moeten uit de natuur komen en dan neemt het veel beter op. Even voor het idee, zo'n natuurlijke vitamine C bijvoorbeeld. Die kan bijvoorbeeld 100% opnemen. En een synthetische vitamine C ligt ook nog welke? Nou, misschien voor 10. Ja. En het verstoort eigenlijk je lichaam. Als je naar de winkel gaat, dan liggen daar 100.000 potjes van de grote firma's. Hè? Ik noem maar iets, Bayer en Pfizer. En dan denk je toch, dat moet allemaal goed spul zijn. Ja. Nou blijkt dat wat erin zit, dat het meestal niet werkt. Ja. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, bij mij in de praktijk kwamen heel veel mensen met allemaal van die potjes. En ik ben ze gewoon gaan testen. Ze vragen mij om een waardeoordeel. Nou ja, in mijn netwerk heb ik het laten testen. De bedoeling van die supplementen is dat ze opnemen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Alleen, het is toch raar dat farmaceutische bedrijven, wat je net zegt, Bayer, ja, of Pfizer, ja, of DuPont, of noem P&G, ja, die allemaal, of DSM, dat zijn allemaal bedrijven uit de chemie. Het is toch raar dat soort bedrijven eigenlijk voedingssupplementen maken, toch, of niet? Nou ja, ze verdienen er veel geld mee. Ja, dat is het hele verhaal, ja. Dus mensen worden eigenlijk op het verkeerde been gezet. Ja. Dus ik denk dat daar juist de goede informatie. Niet zeggen, je moet het niet innemen. Nee, je moet daar iets over vinden. Ja. En als je kijkt naar het huidige landbouwbeleid, want dat is eigenlijk het probleem. Na 1985 zijn we onze grond gaan bespuiten met, ook weer zoiets, met gif. Dus allerlei gifstoffen, dat heet dan gewasbescherming, alleen liggen kan er helemaal niet tegen. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk de voeding in je normale eten, onder andere, steeds minder wordt. Ook langdurig opslag, te snel laten groeien. Ik snap dat allemaal wel, er komen 68 miljoen mensen bij per jaar op deze aardbodem. Dus die moeten allemaal eten. Maar de oplossing is niet iets synthetisch gaan bewerken of chemisch gaan proberen goed te houden. Dat werkt niet. Dat heeft alleen maar effecten op die planten, dat ze hun eigen mineralen, spoorelementen niet meer opnemen en hun vitamines. En dat wordt steeds minder. En iedereen denkt dat als je gewoon goed eet, wat trouwens maar een paar procent doet in Nederland, maar als je gewoon goed eet, dat het allemaal goed komt met je voeding. Daar ben ik absoluut helemaal mee oneens. Aanvankelijk van alle feiten in de bloedonderzoeken die ik gedaan heb. Hoor ik nou dat je zegt dat ons eten niet voldoende is om gezond te leven? 100% mee eens. Dus dat je altijd toch moet nadenken over supplementen?
De laatste, nou, ik denk dat ik meer dan 30.000 van die bloedonderzoeken heb gedaan. Ik heb bijvoorbeeld met vitamine D, dat begint nou een beetje door te dringen, dat we daar tekorten hebben. Okay. Ik heb nog nooit, want een goede spiegel is bijvoorbeeld 250, hè. Daarboven moet je ook niet zitten. Daar wordt ook iedereen bang van gemaakt, want het kan toxisch zijn. Ja, maar niemand gaat zo'n hele pot naar binnen gooien. Het probleem is niet de reële waarde, het probleem is niet dat iedereen te veel heeft, wat je altijd de pers haalt. Ja? Maar de reële waarde is dat het probleem is dat iedereen tekort heeft. Aan vitamine D heeft iedereen tekort. En dat moet je aanvullen, bijvoorbeeld alleen dat al. Dus en dat heeft ook te maken met het feit dat we denken dat als de zon schijnt dat we het binnenkrijgen. Ja, maar dan moet je wel mee verhuizen naar Zuid-Afrika, want dat zie je in Maarten. Ja, dat lijkt me ook een goed plan, maar van oktober tot en met eind april, dat kan je gewoon allemaal meten. En dat zie ik ook op die forums ook. Ja, ik laat mijn kind lekker buiten spelen, helemaal prima. Maar denk niet dat ze van oktober tot april vitamine D opnemen, want dat gaat niet door je huid naar binnen. Ik heb er een bewijs van. Ja? Ik kreeg op mijn verjaardag een wekpot en daar zit een soort accu'tje op het dak. Ja. En dat staat dan in mijn vensterbank. En als de zon schijnt, zomers, dan moet ik s'avonds het knopje naar beneden drukken en dan heb ik gratis licht. Ja, klopt. Maar hij doet nou niks. Nee. Zelfs vandaag niet. Nee. Zelfs met zon. Nee. Doet niks. Nee. Die zon is te ver weg. Ja. Maar welke maanden moet je dus eigenlijk D1 of nee, D3 slikken? Ja, dat is ook weer zoiets. Dan ga je naar een winkel en dan staat weer zo'n heel woud van ellende met vitamine D. En goede vitamine is een D3. En dan ook nog waard vandaag. Het beste is van wolvet, van een schaap. Dus die schaap wordt niet geslacht, maar die wordt gewassen. Want in die haren van die schapen zit, als je dat bewerkt, gewoon goede vitamine D3. Ja, ja. En D2, dat moet eerst weer omgezet worden en verliezen ze waarde. Die moet gewoon D3 innemen. Even, maar welke maanden? Dat vroeg ik je. Ja, ik denk het hele jaar. Wat, we hebben ook wel, trouwens, er zijn best nog wel onderzoeken gedaan, ook in het Engelse voetbal, dat spelers eigenlijk gewoon tekort hebben aan vitamine D. Maar ook aan vitamine C. Ja, ook. En ook aan omega 3. En magnesium en selenium. Ja. Kom even doorgaan hoor. Ja. En zink. Maar dat is nogal wat dat je dan moet slikken, wil je goed zijn? Ja, dat denk ik wel ja. Maar dat hoort gewoon net zoals bij tandenpoetsen. Maar het verbetert wel je prestatie? Nou, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat als je niet kan voetballen, dat je opeens met je vitamines wel kan voetballen. Maar ja, die stoffen, het zijn bouwstenen. En die horen in je lichaam te zitten. Ja, dus dat is wat het hoort te doen. Dus even terugkomend op sudden death, als er nu duidelijk een correlatie bestaat tussen sudden death en die omega 3 en dergelijke. Hoe kan het dan, hoe zouden wij in staat kunnen zijn om die bewustwording wat groter te doen zijn? Ik bedoel, voetballers die, ze kijken naar de KNVB, ze volgen alles van de KNVB, dan krijgen we dit soort berichten van de KNVB. Dat heeft natuurlijk geen positief effect op sudden death en de wijze waarop men er iets aan kan gaan doen. Ja. Hoe zou je dat nou het beste kunnen aanpakken? Dat de KNVB zegt, jongens, neem allemaal supplementen. Nou, dat je... Laat er eerst dat ze zelf een mening erover vond. Tenminste, iemand die het graag zou willen. Want ik denk dat als je het leest, dat je er iets van kan vinden. Dan kan je altijd nog een discussie aangaan. Ik vind wel of dat het wel of niet zo is. Ja. Het zijn geen domme mensen die het hebben onderzocht. En ik ga ook niet 's morgens om 5 uur het vliegtuig in, 's morgens... om naar een verhaal te luisteren wat gewoon geen kant de val raakt. Ja, okay. Het is gewoon een kwestie van informeren. En dat laatste FIFA-rapport, wel luidende noodklok, wordt geschreven door een journalist. Dus ik probeer die man te bellen. Of ik mail hem. Ik zeg, kijk er eens naar. Hè, want dit is wat mij bekend erover is. Mm. Dan wordt helemaal nooit op terug gereageerd. KNVB, wijzig je mening. Als er 300 mensen per jaar gered kunnen worden, is het toch alleen maar fantastisch. En je bent als bond verantwoordelijk hè, om te helpen. Ja, misschien. Ik weet niet hoe dat zit bij de KNVB, maar... Ze zouden het wel moeten doen, ja. Ja. Je bent er wel verantwoordelijk voor. Ja, ik zou het willen weten. Ja. Als niemand eigenlijk weet waar het van komt en iemand heeft de moeite gedaan om 14 of 17 jaar onderzoek ernaar te doen, dan ga ik dat lezen. Ja, als je sportverzorger bent, wat ik ook ben geweest, hè, fysiotherapeut van topsporters, ja, dan denk ik dat ik dat moet weten en ik zal het ook tegen iedereen blijven vertellen. Ja, en dat een ander dat niet doet, ja, kom ik in naar mijn lezing. Oké, belangrijke vraag voor mij, hoe kom ik aan die spullen? Ja, dat is als je gewoon naar een winkel toe gaat. Dan staan er duizenden. Nou, dat is ook het vervelende van dit soort supplementen. Hè, dan zie je een pot met fish oil. Ja, en er staat daar 1000 milligram op. En dan denk je, nou, ik koop voor 1000 milligram visolie. Maar als je het echt leest, hè, dus dat je het echt goed labelt, dan staat er dus dat er 300 milligram in zit. En een 700 milligram is dan slaolie. Het is gewoon een compleet zinloos product. Ja. Hè, maar er zijn best wel goede firma's.
in Nederland, die gewoon een 100% zuiver omega 3. En wat ook wel belangrijk is, is dat je het test op medicijnresten. Want dat ziet ook wel eens van zo'n reclame van visolie. Gevangen in de zuivere zee. Hey, kom op nou, het zit vol met plastic en medicijnen. Dat moet je eruit halen. En waar ik het haal is bij Epax. Dat is gewoon een firma die visolie gewoon compleet reinigt. Ja, en ook wat ik ook wel handig vind qua milieu, is dat die vis niet met sleepnetten worden gevangen. Ja, en niet de hele zee wordt leeggevist. Dat is belangrijk. Nou, heb jij een bedrijf die het maakt en je noemt de naam niet eens? Ja, nou, als ik het mag zoeken, mag ik het zeggen. Dan ja, natuurlijk mag je het zeggen. Dan is dat Biuna. Dat is mijn eigen bedrijf. En ik maak een 100% omega 3 met de capsule. Dat vinden mensen ook raar. Maar ook de capsule is vaak vaak van vis of van varkensvlees gemaakt. En dat wil je toch ook niet? Als je er logisch nadenkt. Ik wil geen varkensvlees. Ik eet het van mijn leven niet. Ja. Dus, dus ik moet bij jou zijn. Ik denk, het is trouwens heel leuk. Jos, ik heb wij kennen elkaar al een hele lange tijd. Ik heb zijn zusje ontmoet, Irma. Oh jee. Nou, die heeft een boekje over je open gedaan. Ja, nou. Toen jij nog fietste. Nee, maar luister. Toen jij nog fietste, moest zij jouw fiets schoonmaken. Ja. Ze moest je tas pakken, maar ze moest ook je tas dragen. Ja. Doet ze dat nu weer? Nee, nou, ze regelt eigenlijk mijn hele bedrijf. Dus zij doet de financiën. En zonder mijn zuster hebben we geen business. Toen maar. Hartstikke leuk compliment. Maar ze maakte één fout. Ze zei: hij is mijn kleine broertje nog steeds. Ja, en zij is mijn grote zus. Nou, houden ze dat toch? Ja, zeker. Leuk man. Okay. Dank je wel voor het gesprek, joh. Hartstikke bedankt. Dan wil ik toch nog even terugkomen op een topic waar de laatste tijd heel veel aandacht aan wordt besteed: het kunstgras. We kunnen er weer uren over gaan praten, maar dat gaan we niet doen. Maar er zijn weer wat opzienbare berichten geweest vanuit de pers. En Henny, je hebt ook iets gelezen van de Vrije Universiteit, die weer met een onderzoek is gekomen wat echt lijnrecht staat tegen al die onderzoeken van RIVM die pretendeert dat het allemaal geen kwaad kan. En er is dan weer een opinie overheen gekomen van: jongens, laten we ophouden met het gedram erover, laten we gewoon voetballen. Maar het blijkt dus, en jij bent zelf eigenlijk de aanleiding, want jij hebt met die Amerikaanse mevrouw gesproken waarvan, ik weet, 30 kinderen leukemie kregen in al die periode. Keepers, met name keepers. Ja. Ja. Nou, jij hebt al verteld in de vorige uitzending dat vooral in de zomer is het levensgevaarlijk. Ja. Nou, we weten het alle twee, we staan alle twee op het veld. Ja, als scheidsrechter, ik als trainer. Als het inderdaad warm is, gaat al dat spul uit dat kunstgras gaat fladderen. En dat komt dan op je lippen en op je mond. Maar dus je ruikt het ook, hè? En het stinkt, man. Het stinkt. Ja. Dus, maar weet je, al zou er maar één kind per jaar door getroffen worden. Ja. Nou, ik vind, en net zoals in de, ik geloof dat het in Baren is, waar de Raad een anti-korrelmotie heeft aangenomen, die halen het weg. Amsterdam haalt het weg. Ja, en ik las ook nog een heel interessant artikel van het advocatiebureau SAP, ik geloof uit Amersfoort, die de gemeente verantwoordelijk heeft gesteld. En als die binnen 3 weken niet al die korrels uit die uit de kunstgrasvelden hebben gehaald, dan krijgen ze een enorme boete en dan wordt er een proces tegen ze aangespannen. En weet je wat er nu ook weer gebeurt? Weet je wat, dat is dan het erge. KNVB, daar ga je weer. Er zijn clubs en die hebben gewoon last. Er is één club die heeft 40 kinderen die niet meer op dat kunstgras mogen van hun ouders. Ja. En ik vind dat verstandige ouders. Ja. Nou, die club, dat is natuurlijk wel een probleem, want er komen de teams met te weinig spelers en ze moeten wedstrijden afzeggen. Maar wat doet de KNVB? Zorg maar dat je teams in orde zijn, want we gaan je straffen. Nou, dan denk ik, kom op, ze stoppen toch niet voor niks? Nee. Ja, ik begin steeds minder te begrijpen van die KNVB, hoor. Het is één grote pot met macht en geld en weet ik veel wat, maar het wordt compleet misbruikt. Het is echt helemaal verkeerd. En over die KNVB, daar kunnen we zo langzamerhand 27 boeken over schrijven. Ja, maar het is erg, er is gezondheid van mensen bij betrokken. Zowel bij het verhaal van Paul als nu bij die korrels. Ja, waarom zou dat nou toch zo zijn? Ik weet het niet. Ik snap het. Tijd dat het verandert, hoor. Oké, maar in ieder geval, daar kunnen we nog tijden over praten. Misschien komt er dan wel een uitzending over kunstgras en alles wat ermee te maken heeft. Voorlopig laten we het hier even bij. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Oké?